Ik ben een beetje boos. Hoezo? Het is gewoon neutraal. Toch? Zo boos, man. Naoufal Bannis en Steven van der Sloot. Dat zijn onze gasten vandaag in de minigames. Mijn naam is Noël Zeeuw. Geef een duimpje omhoog, abonneer en let the games begin. Steven en Naoufal, van harte welkom bij deze minigame. We gaan zo meteen echt voor het echtje spelen. Eerst een kleine warming-up, onwijs belangrijk. Wat je gaat doen is je gaat van de ene kant naar de andere kant. En ondertussen ga ik vragen op jullie afvuren om het wat moeilijker te maken. Oké, wie is het meest vergeetachtig in jullie team? Steven. Hey, ik probeer gewoon een conversatie hier te hebben. Als iedere keer zo'n geluidje doorkomt, gaat het moeilijk. Dus helemaal opnieuw beginnen als je hem raakt, toch? Jij wel. Ja. Ja. Wie zit het meest op Instagram? Zit je te lachen? Zie we lang focussen, man. Kom op, man. Je hebt het moeilijk. Wat is hier gaande, heren? Dat moet even focussen. Ja. Jij bent net wakker of zo? Ja. Ja? Je hebt te slapen, dus. Ik ben meer goed met mijn benen dan met mijn handen. Zo, dat vind ik een mooie uitspraak. Ik ben beter met mijn benen dan met... hoe noem je dit? Ik weet niet eens hoe je het noemt. Naoufal en Steven, we gaan beginnen. Oh, wow, 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 wow. Ik zie het niet, hè? Wow, ik zie het niet. Tranquilo. 3, 2, 1. Je mag kijken, hè? Okay, wat is dit? Oh, ik dacht dat... Wow, 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 wow. Even een klein farmomentje. Wat ging hier nou precies fout? Je mag kijken, hè? Je moet inschapen. Dit is een hele ongewone situatie. Beste kijker thuis, wat ik nu bij deze ga doen. Ik slaap nog. Dit zegt een scheidsrechter normaal gesproken nooit, jongens. Maar we gaan gewoon even... Verdient de gele kaart, of niet, hè? Ja, zeker een gele kaart. Ik ben blij dat je me ondersteunt, Steven. Gele kaart. Kom op, man. Jullie hebben een tweede kans gekregen en dan komt hij. Ik moet vast ook verstaan. Vader van de speler van Ajax. Is ook bondscoach bij Nederlands elftal. Wie klopt het? Koeman. Linksback van Ajax. Blind. Ja. De volgende is. Tricky. Nee, man. Dat is makkelijk toch? Dat is een rapper. Huh? Een van de bekendste rappers van Nederland. Lil Kleine. Ja. Weet je het zeker niet? Hè? Wat? Is dat geen Lil Kleine? Wacht even hoor. Jij zegt dat dit Lil Kleine is? Nee man, dat is die guy van YouTube, man. Zo, ja, maar hij lijkt een Lil Kleine. verder. Ik ken zijn naam niet eens, man. Nee, jullie zien het niet of ben ik nou zo dom? Maar hij lijkt op Lil Kleine toch, eerlijk? Ik ben dit. Oh. Dan lijkt je even Lil Kleine, man. Spelen voor Ajax. Ja, er zijn zoveel. Doe nu van Big. Precies, lekker. Het is van Dortmund naar Arsenal gegaan. Hier, Aubameyang. Ja. Zo lekker hoor. Goeie achternaam heeft die man, hè? Speel bij Lyon. Memphis. Ja, ja, heel goed. Speelt hier. Speel bij PSV. Met de vader. Snel, Steven. Speel bij PSV hier. Oh, Joost. Bij ons, ja. 10. 9. 8. Koningin van nu. 7. 6. 5. 4, 3. Dat is maar Tottenham. 2. Son. Ja. 1. Hoeveel hebben we er? Te weinig. Ik hou mijn hart vast, jongens. 7 bordjes. Hoe voelt dat zo, de eerste helft? Ja, als eerst even wennen, maar komt goed. Tweede stukje gaan we het beter doen. Ja? Heb jij tips voor Steven in de tweede helft? Gewoon geef me een goede beschrijving. Ja, dat is simpel toch? Simpel toch? Hey. Is die rapper? Ja, dat is gewoon een rapper, man. Busy. Yeah. Lekker hoor, hoppatee, 8. Ah, ik kan man, Steven. Trainer van WK 2014 van Nederland. Lou van Gaal. Ja. Hey, goed, we zitten op 9. Jullie staan geen laatste in ieder geval. Keeper van Feyenoord. Van Mir. Ja. Juist, lekker. Superheld, man. Kan mee, ja, toch? Nee, man. Sorry jongens, ik kan het niet goed rekenen. Oh, te snel. Spits van Barça. Krisman. Ja. Juist, heel goed, heel goed. Hoeveel hebben we nu? Ah, geen idee, tellen straks. YouTube met mijn meeste subscribers. Dat is ook nog. Nee. Met de meeste subscribers. Oh, van PewDiePie. Juist. Ja, lekker man, heel goed. Yo, Mattie van PSV, hij zit nu eerste, onze leeftijd. Mootje. Ja. Ja, mooi uit daar. Snel, snel. 2, 1. Snel, dan. Skip, skip. Vieze. Donja, hè, dit. Donja Malu. Oh. Hier, met kort haar. Kijk, ik ben een beetje boos. Hoezo, dit is gewoon neutraal. Toch? Zo boos, man. Nee. Steven en Naoufal, wat vonden jullie ervan? Ja, ik was natuurlijk stukken beter dan Fried van de Sloot. Ja. Ah, maar ik merk... Hij legt er niet zo best uit, hè? Nee, nee, precies. Je ziet wel gelijk bij jou, jij pam, 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 ja. Gooit gelijk al die woorden naar hem toe, maar hij wist wel te raden. Ja. Ik zou zeggen, laten we tellen hoeveel punten jullie in totaal hebben. 13, 14, 15. Net geen 20. Net geen 20. Correct. Hoeveel duimpjes omhoog moet deze video krijgen voor een revanche, vinden jullie? 5000. 5000? Oh, kom op, man. 10.000. 10.000? 10.000. Oké, ze zitten hoog in. Geef vooral vast een duimpje omhoog voor deze twee gasten. En dan wil ik jullie onwijs bedanken voor het meedoen aan deze minigame. En tot de 10.000 duimpjes omhoog, hè? Hoe vond jij dat deze gasten het hebben gedaan? Laat het weten in de reacties. Support ze een beetje met wat lieve woordjes. En wil je nou een andere zien, bijvoorbeeld met Kai Sierhuis en Freddy Carioglou? Klik dan op het i'tje of op de videobeschrijving voor alle linkjes. En anders, tot later.